De familie Soma, woonachtig aan de Anton Drachtenweg, is ten einde raad. Op de hoek van de Anton Drachtenweg en de Davot-Simonstraat zou een Chinese ondernemer of heeft een Chinese ondernemer plannen om een hotel op te zetten. De buurt is hiertegen in beroering gekomen, waardoor de werkzaamheden voorlopig zijn gestaakt. Maar de ondernemer die heeft daar wat trenzen gedicht, met als gevolg dat de buurt daar nu onder water komt te zitten, met alle nare gevolgen van dien. De familie Soma die is het zwaarst getroffen. En mevrouw Soma zegt ontelbare keren nu toch wel contact te hebben genomen met verschillende instanties zonder een luisterend oor. Zij doet haar verhaal aan TBN Prime Alert. Zunni Rambali legde het volgende verslag vast. We staan er in de woonkamer van mevrouw Soma, die er al een tientallen jaren hier woont aan de Anton Drachtenweg. En ze geeft eraan dat zij wat zij nu meemaakt, en dat haar hulpgeroep aan dovemans oren is, dat ze dit nu voor het eerst meemaakt. Mevrouw Soma, wat is het probleem precies? Het probleem ligt namelijk dat een Chinees het erfnaast heeft gekocht. De Chinees heeft gekocht in een klein perceel dat in feite maar 1800 zoveel vierkante meter was, heeft hij het vergroot naar 2000 zoveel. Dus in dit land mag iedereen hun eigen grond maken hoe groot het is. Hij wil een hotel bouwen. Wij als buren hebben dat gestopt, want om een hotel te bouwen heb je een parkeerplaats. Wat heeft die Chinees gedaan? Die Chinees heeft gewoon gedumpt. Er is een goot hier, zoals u hier straks gaat zien. Heeft hij gewoon gedumpt. Ik heb foto's, ik heb de mensen, ik ben naar die mensen, buurtdingen, hier aan de Plutostraat gegaan. Die dame is gekomen, ze heeft gecheckt, ze heeft beloofd dat er geholpen zou worden. Ik ben naar de DC gegaan, die heeft me weer verwezen naar iemand anders. En ik ben al 2 maanden bezig, omdat ik weet, ik was in het buitenland en ik ben speciaal gekomen voor dit probleem. Maar het is gewoon de gekte van de gekte. Men doet niets. Ik heb met meneer Goenier gesproken, een zeer vriendelijke man. Maar hij is ook afhankelijk van de mensen bij OW. En de mensen bij OW, nee, dat is gewoon wasting time. Meneer Ramautersien heb ik al 8 keren gebeld. Hij neemt de telefoon niet op. Kijk, wat is het probleem? Het probleem is die goot. Kom, maak dat ding schoon. Heb je geen geld als overheid? Geef die man een boete, laat die Chinees ervoor draaien toch? Die Chinees heeft het gedaan, laat hij ervoor draaien. Moet de hele buurt daarvoor draaien? Of moeten we onze naam tot een Chinese naam veranderen, zodat we geholpen worden? Dit kan niet. Kijk, mijn huis is al onder water. Vorige keer was het 0,5 meter onder water. Ja? En we blijven maar klagen, klagen, klagen. En er komt niets, er komt niets, er gebeurt niets. Er gebeurt niets. Ik heb begrepen, op alle gebieden hebben we geprobeerd om duidelijkheid te maken. Kijk, de Anton Drachtenweg, hoofdweg. Het slordigste terrein is van die Chinees. Mag een Chinees alles in het land doen? Is niet dat we discrimineren met betrekking tot Chinezen. Maar er zijn regels. Je kan dit niet doen. Dit is de 2e keer dat ik meubels wil gaan aanschaffen. U ziet, het raakt onder water. Dit kan niet. Op de een of andere manier moet iemand ervoor draaien. Maar bij mij gaat het nu om, waar gaan we vanavond slapen? Weer in een hotel? Want vorige keer waren ze voor een week in een hotel gaan logeren. Want je kan niet in een half meter watertoestand blijven. We hebben de dames hebben er geen werk van gemaakt. Maar in feite moesten ze toen naar de pers zijn gegaan. Ik was in het buitenland. Ik word nu geconfronteerd met het probleem dat zij hebben geleefd. En het is te veel. Dit is gewoon te veel. Ik kan u brengen naar daar. Wat kost de overheid om die Chinees te bellen? Ik heb de naam van die Chinees doorgegeven. Ik heb de telefoon doorgegeven. Die Chinees is geen arme Chinees. Hij heeft de grootste supermarkt op Albina. Wat kost het niet om meneer Ling te bellen en te zeggen, kom, betaal daarvoor. Als de overheid geen geld heeft. Roep de mensen die het verantwoordelijkheid voor hebben gedaan. Kijk, u kunt gaan kijken. De hele buurt is onder water. Is om die Chinees. Niemand die iets eraan doet. Niemand. En ik ben nu de boeversonne. Want alles komt naar hier. Ja. En daardoor raak ik ook onder water. En hoe lang zal het nemen voordat het water dan echt wegstroomt? Vorige keer was het 1 week. Mm-hmm. Ik weet niet van vandaag. U ziet, als het nog even regent, is het weer 0,5 meter. Dus het ergste dat u vreesde is toch weer gebeurd? Het is weer gebeurd. En ik ben op tijd aangekomen om dit probleem te voorkomen. Maar u ziet, ik ben al 2 maanden bezig.
2 maanden. En je zei, je hebt allemaal nieuw meubilair moeten aanschaffen? Ja, ook. Ik kan die bonnen aan u geven. Ik heb klerenkasten moeten weggooien. Ik bedoel, komt u. Kijk, we kunnen meewerken als bevolking. We kunnen meedoen. Maar dit gaat me een beetje te ver. Dit doet die Chinees niet eens in zijn eigen land. Dit bestaat nergens. Alleen in Suriname mag iedereen doen wat men wil. Dus ik kan ook een halve meter naar voren gaan en het terrein nemen, want het is van mij. Niemand die erom wat doet. Ik ben benieuwd, hij gaat die schutting met 2 meter naar voren opzetten. En dit is allemaal begonnen toen de man daar... Ja, daarnaast. Ik woon hier al 40 jaar. Nooit dit gekend? Nooit dit gekend. Dit is voor het eerst, niet de eerste, de derde keer dat dit is gebeurd. En u woont ook op Steenhoor op afstand van de sluis, hè? Dus ja, daarom dat ik... Ja, u gaat het zelf zien. Ik kan u wijzen wat het probleem is. Iedere keer zeggen ze gaan waterdeskundigen brengen. Tot nu toe heb ik geen halve waterdeskundigen gezien. Niets. Ze bestaan niet. Die meneer Ramouter zien. Ik weet niet eens wie die man is. Ik bel. Hij neemt niet op. Kijk, als hij niet wil werken, dat is fijn. Maar zet iemand anders die wil werken. Zoveel mensen, zoveel studenten die afstuderen. Zet ze aan het werk. Dit kan niet. Zullen we even samen naar voren gaan? Ja, we gaan met u gaan. Kijk daar. Ja. Ik heb hier een waterput. Even hoor, laat ik een beetje dichterbij. Kijk, dat is het probleem. En ik kan u wijzen wat de koop is. Ja. Dat is het probleem. Ja, kunt u vertellen, dus dit is... Dit is eigenlijk, hier gaat langs een goot. Mm-hmm. Het is een goot. Wij hebben toestemming gehad, vergunning gehad om die goot conform de regels van EOW te storten. Ook de andere buren. Maar hier heb je het probleem. Deze Chinees heeft zelfs zijn eigen dingen gedaan. Zand gegooid en kijkt u, dit is wat we hebben. Dit is wat we hebben. Het water kan niet meer wegstromen. Het kan niet meer wegstromen. Hier is het onderaan, die kokers zijn verstopt. Dus het houdt daar op. En dan moeten we constant zo leven. En dit heeft u constant onder de aandacht van OW gebracht? Constant. Ik ben pas 2 maanden terug. Ik heb de mensen keer op keer erop geattendeerd. Ik wil dat probleem niet meer hebben. Die Chinees heeft even laten schoonmaken. Er waren bijen. Die vent, het moet met bygone gespoten worden. Brandweer is gekomen. Heeft die bijen netjes opgeruimd van het vieze erf van daar. En... precies zo gelaten. Kijk, als u daar kijkt, mevrouw Soma, dan ziet u duidelijk, hè, dat het water terugstroomt naar uw erf. Ja, want dit is de bufferzone. Wij zijn nu gewoon, moeten alles vangen van iedereen. Ja. Kijk, je ziet het zelf. Het water komt hier en het gaat naar mij. Het kan niet. En dit krijgt u dan weer in uw woning? Ik krijg in mijn woning. Dat is het hele probleem. Ik heb begrepen, want ik was niet hier, dat de buren naast al hun meubilair hebben verloren ook. De vorige keer. Het is niet te doen. Het is niet te doen. En kijk, ik heb alle begrip dat er geen geld is. Maar dit is niet een kwestie van geld. Dit is een kwestie van ordering, management. Pak het aan. Pak de persoon aan die het heeft beschadigd. Die het schade toebrengt. En brengt hem dus noods. Laat hij ervoor draaien. Wilt u een oproep doen aan de minister van OW? Misschien dat hij een luisterend oor heeft? Ja, ik wil de minister vragen om dit zo snel als mogelijk aan te pakken. En de Chinees voor alle kosten te laten draaien. Ik vind als burgers iets doen dat niet conform de wet gaat, moeten zij ervoor draaien. En ik heb alle begrip dat er geen geld is, maar dit is niet een kwestie van geld. Dit is een kwestie van management. Dit is een kwestie van coördinatie. Je moet kijken, je moet ordenen. Kijk, laat die man draaien. Laat die man morgen. Ik heb die telefoonnummer van die man gegeven. Ik heb foto's hoe die man om 11 uur 's avonds is hier gekomen om te dumpen. Hoe vaak moeten we met dit ding doorgaan? En het is nog erbij aan de hoofdweg. Dat ziet men niet dat het zo eruit ziet. Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Maar ik vraag de minister, laat hij al zijn kracht inzetten. En de Chinees ervoor laten draaien. Morgen machines opsturen. Op rekening van de Chinees. De staat hoeft niet te betalen wanneer burgers zich misdragen. Want dit is misdragen. Want ik weet zeker dat de Chinees in China dit nooit in zijn leven had gedaan. Nooit.
Dus dan vind ik van, laat die man ervoor draaien. Laat morgen alle machines komen. Die man heeft een grote supermarkt. Laat die man desnoods daarvan het geld geven, klaar. Betere oplossing heb ik niet voor de minister. Kijk, de buurt leidt eronder. Dan laat die Chinezen het betalen. Dan moeten we in een hotel gaan slapen. We weten zeker dat we niet meer gaan hier kunnen slapen. Niets werkt. Toiletten werken niet. Niets werkt. Het is vies water. Het is vies water. Het is ongezond. Er lopen ratten hier in de buurt. Wat denkt u wat met ons gaat gebeuren? We moeten nu naar een hotel. Dat kan niet. En wie draait voor alle kosten? Niet omdat we vrouwen zijn die hier wonen dat dit moet gebeuren. Kan niet. Kan niet. Dit is een beetje te ver.